grote brand gekomen. Het is deze zomer de warmste zomer ooit. Op het Griekse eiland Rhodos zijn heftige bosbranden. Dieren zijn dood gegaan, dat vond ik heel erg. Het Griekse eiland Rhodos. Op veel plekken was het groen en vol in bloei. Maar nu is het zwart, verdord en zonder leven. En dat allemaal door vuur. Ik zag eerst heel veel blusvliegtuigen en blushelikopters over mijn huis heen vliegen. Het is helemaal niet leuk, want je hebt niet zoveel bomen meer. Het is niet leuk om te weten dat er brand is. Deze kinderen zijn Grieks, maar hebben een Nederlandse familie. Al hun hele leven wonen ze op Rhodos. Maar afgelopen zomer was het ook voor hen schrikken. ...2023 was een jaar vol met natuurrampen, hitterecords en dus bosbranden. Alleen al hier in Griekenland waren er meer dan 80. Maar niet alleen in Griekenland gaat het dus mis. Let maar even goed op, want de natuurrampen bleven maar komen. Niet alleen Rhodos staat in brand dit jaar. In het oosten van Griekenland is zelfs de grootste bosbrand in Europa ooit. Iets noordelijker in Europa zijn er in augustus grote overstromingen. In Slovenië. Toen zag ik allemaal regen. Toen zei papa, pak alles pakken wat je kan pakken. Want het was ook hele sterke stroming, dus je kon niet... Ja, het is lastig om weg te komen. Ook in Afrika, in Libië, zijn overstromingen. Er overlijden meer dan 11.000 mensen. En dan nog twee hele grote branden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. In Canada is de rook van de branden zo gigantisch dat die zelfs in de Amerikaanse stad New York te zien is. Ook iets lager, op het Hawaïaanse eiland Maui, staat de natuur in brand. Duizenden mensen moeten vluchten, meer dan 100 mensen overlijden. Everything is burning around, explosions. Cars blowing up. De vuur was te dichtbij. Terug naar Rhodos. Deze kinderen blijven tijdens de branden veilig, maar ze hebben er zeker mee te maken gehad. Mijn papa heeft geholpen met de blussen. Heel spannend. Als Rhodos gewoon alles in brand gaat en we kunnen niet weg. Het doet pijn, want het is wel jouw eiland en je woont hier, dus ja. 19.000 mensen op het eiland moeten vluchten, via land of via zee. Toeristen zien hun vakantie in rook opgaan. Er waren ook veel Nederlandse toeristen die moesten vluchten voor de vlammen, ook Feline. Wij spraken haar afgelopen zomer. Dat is natuurlijk wel even... zwaar om je te realiseren. Die enorme rookwolken. Ja, dat zag ik zeg maar steeds dichterbij komen. En dan denk je van, ik moet hier weg. Ik wil hier weg. Ja, erg als je hotel afbrandt. Als ik van Nederland in Rhodos kwam, dan zat ik de hele dag te huilen. Deze meiden hoeven niet te vluchten, al waren ze daar soms wel bang voor. Het was spannend en het was niet leuk. Je weet niet wat er gaat gebeuren natuurlijk. Als je over Rhodos rijdt, zie je op veel verschillende plekken kapotte natuur, verbrande natuur. Maar niet overal, er is hard gewerkt om ook delen van de natuur te redden. Sowieso maken veel mensen zich dit jaar zorgen om de natuur, of beter gezegd, het klimaat. Ook in Nederland, er worden heel veel klimaatdemonstraties gehouden. De groep Extinction Rebellion gaat meerdere keren protesteren in Den Haag. Het is voor een belangrijk doel, dus daarom... Doe ik het wel. En in november is er de grootste klimaatmars ooit in Nederland. Zo'n 85.000 mensen lopen mee in Amsterdam.
Ook deze kinderen op Rodos hopen dat de wereld meer gaat doen aan klimaatverandering. Ik hoop dat het de klimaat een beetje kouder wordt, want er is heel veel brand. Dat ze ervoor gaan zorgen dat er geen bosbranden zijn, dat het ijs niet smelt, dat er dieren gewoon kunnen leven. Zodat zij hier hopelijk veilig kunnen opgroeien, minder bang voor vuur. Ik hoop dat er niet meer zoveel branden meer zijn.